Gemeente, je zou kunnen zeggen dat onze kijk op het christelijk geloof bepaald wordt door onze kijk op de wet. Waarom is ons de wet gegeven? Wel, daar zou je dit antwoord kunnen geven. We moeten ons best doen om de wet te houden. Geef je dat antwoord, dan laat je christen zijn opgaan in wat mensen doen en wat mensen laten. Je kan het ook zo bekijken, joh, de wet doet heel niet meer ter zake. We hebben toch het evangelie. En dat klinkt heel anders. En toch is de praktijk dan feitelijk niet anders dan bij het eerste antwoord. Het enige verschil is, we tillen er wat minder zwaar aan. Dat is het enige verschil, maar verder is het ten diepste lood om uit ijzer. Kolbrugge zei het is zo. Waar een kind van God met de wet komt, komen farizeeërs en schriftgeleerden met de evangelie. En waar farizeeërs en schriftgeleerden dat omkeren, keren kinderen van God het ook om. Een farizeeër komt met het evangelie. Joh, jij bent een kind van verband, je bent gedoopt, je hoeft nergens over in te zitten. En dan zal iemand die leeft bij het woord van God zeggen, nee, maar je moet God ontmoeten, joh. En je kan hem niet ontmoeten, heb je dat al eens gezien? O mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Waar schriftgeleerden en farizeeërs met het evangelie komen, komt een kind van God met de wet. Maar waar schriftgeleerden en farizeeërs met de wet komen, komt een kind van God met de evangelie. Ik hoorde eens uit de mond van een van mijn gemeenteleden, oud-gemeenteleden moet ik inmiddels zeggen, want ik dien geen gemeente meer, een prachtig voorbeeld. Hij had zijn neef bezocht, wiens levenseinde naderde. En die neef die zat ermee. Ik heb gefaald. Als echtgenoot, als vader, als grootvader, als ouderling. Hoe moet dat toch? En toen heeft dat oud-gemeentelid niet tegen hem gezegd, joh, maar ik heb je toch dit horen zeggen, en dat doe je toch, en zus ben je, en zo ben je. Wat zei hij dan wel? Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Want het evangelie wijst ons op datgene wat Christus voor ons en in onze plaats heeft gedaan. Maar dat kan alleen echt betekenis voor ons krijgen en houden. Als we ons schuldig weten voor God. Dan zei de psalmist, zo ga je in het recht wil treden, o Heer, en ga de slaan. Mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheer met beving, recht kinderlijk gevreesd.